Ik ben Kai van der Vuurst. Goeie paas! Ik ben Stefan Beuschaert. Klaar. Oh, die dansen! Beuschaert. Dit jaar hebben we maar één doel. Lekker dat! Hoe is jouw basketbalcarrière begonnen? Omdat echt allebei mijn ouders en mijn broer basket speelden. En ja, ik eigenlijk elke training en weekend meeging en zo eigenlijk een beetje in de sport gerold. Ja, op het moment denk ik dat de Oostende kwam of zo'n nationaal team gevraagd had om try-outs te komen doen. Ik denk dat dat een wel moment is dat je merkt dat je beter bent misschien dan anderen. Mijn eerste invite voor het nationaal team was toen ik 14 was, denk ik. 14? 13 of 14, ja. Klopt het dat je de jongste Nederlander ooit bent? Ja, dat klopt. Ja. Ben je daar trots op? Ja, ik ben daar zeker wel trots op. Tuurlijk, uiteindelijk is dat ook een droom dat je als jongs af aan, althans ik als jongs af aan had, om natuurlijk voor je land te mogen uitkomen. En hoe eerder je mag doen natuurlijk, hoe leuker het is. En zeker als je dan nog een record kan zetten, dan is dat ideaal uiteindelijk, ja. Kai van der Vuurst is waarschijnlijk een van de grootste talenten dat we de afgelopen 10 jaar hier hebben zien de revue passeren. We zijn ook bijzonder fier dat Kai is hier toegekomen als 15-jarige snaak. Heeft hier de opleiding in de home, in de school meegevolgd. En is hier in de goede handen van onze coach Dario Gergia is hij kunnen ontwikkelen tot een guard die stilletjes aan klaar is voor het grotere werk. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag maandag. De dag voor een van onze belangrijkste wedstrijden denk ik van dit seizoen. Als we met meer dan 6 punten winnen, gaan wij door naar de volgende ronde in Champions League. Dus dat is wel waar we voor gaan en dat is ook een groot doel van ons. Het wordt morgen een belangrijke dag. Ik hoop dat er veel fans komen. Ik hoop dat er veel mensen komen die ons gaan aanmoedigen. En hopelijk kunnen we doen wat we moeten doen. Ik ga nu even naar de supermarkt, eventjes wat boodschappen doen. En dan ga ik lunch maken. Misschien een beetje opruimen thuis en dan is het tijd om naar training te gaan. Dus ja, dat is een beetje hoe mijn dag er vandaag uit gaat zien. Dag voor de wedstrijd. Niet te veel doen. Een beetje bijkomen van gisteren. En hopelijk dat ik 100% ben en dat we allemaal 100% zijn morgen voor de wedstrijd. Then have to win by 6 to go through to the quarterfinals. That'll help. Well, it's a big chance for Van der Vuurst, who's come in for Djordjevic. That's going to do his confidence the world of good. It was a 3-point game. An incredible effort from Oostende to get that close. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag de dag na onze laatste Champions League wedstrijd, jammer genoeg. We hebben jammer genoeg niet het resultaat kunnen halen dat we hadden gehoopt hadden en dat we nodig hadden gehad om volgende ronde te halen. Maar aan de andere kant, ik denk dat we een heel mooi Champions League avontuur hebben gehad dit jaar. En ik denk dat we trots kunnen zijn op onszelf en nu kunnen we ons focussen op de B-Next competitie en onze eigen competitie dat er ook weer komt, onze playoffs. En ja, hopelijk kunnen we daar voor 2 prijzen gaan en dat is wel ons doel. Dus ja, jammer, maar op naar de volgende. Zoals jullie net zagen, was ik met Haris en Reda, waren we eerst Mokromafia aan het kijken, wat we elke vrijdag sowieso doen. En nu zijn ze onze goede vriend, onze vriend Jesse aan het supporteren, die nu tegen onze Nederlandse vrienden van Zwolle spelen. Dus ik ben stiekem wel een beetje voor Mechelen. En voor Jesse natuurlijk. Maar we gaan straks nog even gezellig iets drinken in de stad, dus misschien pak ik jullie wel mee. We gaan het zien. We zijn dus wel echt wel een soort thuis geworden. Ik ken veel mensen inmiddels hier. De plek voelt vertrouwd. Ik heb hier natuurlijk ook hele belangrijke jaren meegemaakt, denk ik, uit mijn leven. Dus ja, Oostende voelt zeker als thuis, ja. Ik denk dat we de limiet van Kai nog niet gezien hebben. Dat we daar nog een stuk werk hebben met de coachingstaf. En dat is ook aan het gebeuren, elke dag opnieuw.
En ik denk dat we daar mogen mikken op, zeker op Europese top. We geloven er echt wel in. En wie weet, want er wordt veel gezegd over NBA. Dat is nog nooit gelukt dat we spelers vanuit Oostende tot in de NBA gekregen hebben. Maar laten we hopen dat dit de komende jaren misschien wel met Kai kan gebeuren. Ja, ik denk natuurlijk, uiteindelijk, ik denk voor elke sporter is dat natuurlijk, althans voor elke basketbal is dat natuurlijk een droom om de NBA te halen. Maar ja, ik heb altijd gezegd dat ik gewoon de beste versie van mezelf wil worden. En is dat NBA, dan is dat NBA. En is dat hier in Oostende of ik weet niet waar, dan ben ik er ook tevreden mee. Maar als ik maar aan het einde van mijn carrière kan zeggen van ik ben de beste versie van mezelf geweest, laat ik het zo zeggen. En natuurlijk hoop ik NBA of Euroleague, dat zou een ultiem droom zijn, maar dat is voor in de toekomst en ik denk dat we gewoon rustig aan moeten doen en stap voor stap bekijken.